Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe aflevering van Scam Gamers. En we vandaag verder gaan rijden naar Frankfurt richting Mainz. Oh, met 3 man eruit en 6 man erin. Oké, met 6 man erin. Dit is mijn ticket. Dit is het. Frankfurt naar Mainz. Tabakken, als ik. Tabakken, ja, Grüezi, hier ist mein Ticket. Grüezi, ja, du kommst, wenn du mal Schwitzisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Grüezi, hier ist mein Ticket. In der Fürth, da haben wir nicht. Menno. Menno? Menno? Wie ist Menno? Hallo, ist das gültig? Ist das gültig? Ja, das ist Darmstadt. Vielen Dank. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Mahlzeit, Düsseldorf, gaan we niet heen, mevrouw? Da habe ich mich wohl vertan. Ja, ze heeft zich vertan, ja. Hallo, hier mein Ticket. Darmstadt, gaan we heen. Lulina, Zweitze, korrekt. Vielen Dank. Mahlzeit, hier ist mein Ticket. Mainz. Daar ben je Jacobs. Oh, daar ben je. Rupert, ja. Danke ja. Sehr. Grüezi, ist das gültig? Grüezi, Carlo. Danke sehr. Ja, das ist gut. Mahlzeit, ja. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Aber natürlich machen wir das. Mainz, 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 Mainz. Check. Ach, Mainz. Ops, vielen Dank. Okay. Mach ich gerne. Mahlzeit, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Ach, Darmstadt, ja, das war klar. Machen wir, ja. Darmstadt, check. Dankeschön. Danke, aber ich fahre gar nicht mit Ihnen. Keine Sorge, ich komme schon klar. Ich komme schon klar. Kein Problem, ich komme schon zurecht. Prima, ihr läuft alleine ein klein bisschen fast, noch weiter. Ich habe eine kleine Hapering von wegen meiner Frau, die ihr nicht durchlässt. Ich nehme dann den nächsten Bus. Oh, nehm ihn. Wie bitte? Ach, ich brauche keine Hilfe, danke. Keine Sorge, ich komme schon klar. Keine Sorge, ich komme schon klar. Danke, aber ich fahre gar nicht mit Ihnen. Ah ja, das hat dir was definitiv abgewiesen. Also. Danke, aber ich fahre gar nicht mit. Kein Problem, ich komme schon zurecht. Okay, gut fahren. Danke, gut. Das bedeutet, dass wir klar sind für den Zweck. Auf der ersten 7. Und dann gehen wir nach Darmstadt zu. Ja. Strijd weer. Ja, anders strijd weer. Ik hoef niet het tweede verhaaltje opnieuw af te luisteren. Dat doen we niet aan. Even kijken. 37, 48. Hoe staat het ervoor? Nou, op zich wel een busje hoor. Nou, val te doen. Excuus, ik heb het wel drukker gehad een keer. Maar, dat is prima te doen. Wachten. Ik vind het goed. Wat denk ik? Vertrokken. Het is nu toch tijd. Kijk. We gaan naar Darmstadt toe. 80 kilometer. Moeten we weer heet de stad uit. Uiteraard. Dat is het nadeel van al die steden. Overal stoplichten. En nee, ik kan nergens even doorrijden, zeg maar. Daarom staat deze aflevering, denk ik ook, in het teken van stoplichten. Verkeerslichten, natuurlijk. Want ja, het is van stad naar stad en er zit nauwelijks een stukje tussen mij gegeven. Rechtsaf heeft vrij, toch? Ja, rechtsaf heeft vrij. Hé,
plotseling begint het wegen van de een of de andere. Een of de andere weghelft. Zo, flink hoog door. Hey, hebben we nou alles doen? Dat zou mooi zijn. Ik was daarvan gespand, plotseling. We hebben alles groen, deze kant op. Ik hou ervan, het is niet te geloven. Het doet me een beetje denken aan... welk spel? Het doet me denken aan het spel. Ik wil er ook stoplichten in zitten. GTA 4 volgens mij was het. Want daar waren de stoplichten ook overal zo. Dat ze alle stoplichten die naar het noorden wijzen, die gaan tegelijkertijd aan de stoplichten die naar het zuiden gaan. Volgens mij is dat hier ook zo. Kijk, die net ging op toe en alles in deze richting staat ook op toe. Volgens mij heeft het wel iets met elkaar te maken. Maar... kijk, nu zijn we in een supersnelle stad uit, het is niet te geloven. Zo, en we zijn alweer te snel. Okay. Die zijn super snel terug. Dat kan je van daarnet niet zeggen, toen het heen werd en overal stilgestaan. Nou, goed, prima. Oh, het was de weg al voorbij. Mines, daar gaan we heen, toch? Oh. Nee, Darmstadt 2. Is Darmstadt dan Mines? Maar ik denk dat het wel op de wegwijze Mines is. Maar wie weet, misschien geweest. Nürnberg, Würzberg, ik denk dat we rechtsaf moeten, maar ik weet niet zeker, totdat mijn navigatie dat zegt en die zegt dat erg laat, ja, rechtsaf. Tijd om 50 kilometer te rijden, dus nou, ik ben benieuwd. Even kijken, Darmstadt staat het op de botjes. Darmstadt, Darmstadt. Ja, rechtsaf. Urfurt, Darmstadt. Deze keer niet ergens tegenaan botst. Daarom staat er echt door volgens mij. Ja. Het steken weer wat bosjes uit over de... Darmstadt, rechtsaf. Dan zouden we hier 70 door deze bocht mogen. Als we te langzaam zijn, dan ben ik te klagen. Dus je moet sneller vallen. Dat is vielleicht eine Schaukelei hier. En als ik het scherp stuur, dan krijg je een steering misbehavior. Dus eigenlijk kan je ten eerste dat dit soort bochten nooit goed doen. Loodweg stilstaan, dan kan ik dus zien dat als ik voorbij rijd, dat die auto precies tegen mij inboekt. Alles verschüttet, danke!
En dan kan je zeggen, ik had hem in moeten laten voeren. Maar nee, die auto is in dit geval gewoon fout, want die rijdt tegen mij aan. En die ziet dat ik een grote bus ben. Ja, dan gaat alles fout, dan gaat alles fout. Dat had ik natuurlijk ook niet mogen doen, dat weet ik, maar dat voor mij, dat ging natuurlijk ook niet. Politie. Nou, zou ik die ze van de weg afdammen, ja? Politie. Net uitvoeren dan, denk ik. Zo. You're speeding. En 3-2-1. Komt een verhaaltje. Niet? Nou, deze keer niet. Time staat links. Ben ik sneller dan de vrachtwagen? Ik denk het niet. Oh, ik kan ook geen plek meer houden. Ja, het zag er toch uit. Dat wist ik niet. Nou, jawel, nou weer niet. Nou, jawel. Das Tempolimit hier echt so hoch? Ja, das glaubt, das ist hier echt inderdaad so hoch, ja. Oh, had ik daar links moeten. Ja, ik had daar links moeten. Dan moeten we best wel een eind omdraaien. Shit. Gaan wij een rondje draaien? Wij gaan gewoon een rondje draaien. Is het netjes? Nee, dat is zeker niet netjes. Zo, dan gaan we hier weer rechts. Nou, dat was een beetje een nadeel. Hey, oh, is dat het station, hè? Oh, die zijn juist overspoor en er komt zelfs een trein en die is hier langs, het is niet te geloven. Het is niet te geloven, dat kan. Er is wel enige file hier en ik ben eerst daar. Bij die parkeerplaats uit te komen. Dat nog. Dus ik had op zich wel door kunnen rijden. En dan links, links, links had kunnen. Want dan gaan we nou doen het zoals het wordt.
update die ze zouden gaan maken, heb ik gehoord. Er moest nog een update komen dat ook voetgangers gingen rondlopen. Loop het niet. Zo, rechts even fly. Dan zijn we bij Hauptbahnhof Darmstadt. Dat klinkt wel station nog. Zo. Ja, we hebben inderdaad zo'n hele lange afdeling weer. Darmstadt unlocked. Hopscape. Stapt uit. Oh, ik kan een heleboel mensen uit. Ieder zijn tas. Zo. 7 man uit, 6 man erin. Nou, ik ben benieuwd. Grüezi, mijn ticket. Grüezi, maar nog mijn schilder, ja. Kuppe. Dankeschön. Geschikt. Hallo, is dat gültig? Geschickt of niet geschickt? Louis, Sanders. Vielen Dank. Geschickt. Moin, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, das will ich bestimmt sehen, ja. Auf geht's. Schutz. Grüezi. Hier, mein Ticket. Henry. Lorenz. Dankeschön. Hallo, hier ist mein Ticket. Ach, meins. Rico. Ey, wird regnen. Danke sehr. Ja, alsjeblieft. Moin, ich hoffe, ich bin hier richtig. Alles ist korrekt, ja. Auf geht's. Auf geht's. Daar staat iedereen die weggelopen is. Spet is op de bus. En auf geht's. Nu moeten we nog een uur rijden. Links onder de jeugd, ja. Dat zijn de knoppen van de... Wat is dit? Van de richtingsschakelaar. Je moet altijd in neutraal hebben. Oh, voordat je weg kan. Ja. Dat is allemaal in orde. Het ding zit nog steeds vol. We hebben 2:06 gereden. Alles is in orde. Start. En 47 kilometer, dat is gelukkig niet al te ver. Tenzij alle stoplichten tegen zitten. Want er staat toch een... uur gewoon. Maar die verdwenen plots denk ik aan. Jezus. Dat is wel heel slecht dit. Dat wel. Even kort ook. Wacht, er staat hier een hele file van auto's niet te geloven. Nou, het zal me allemaal goed wezen. Daar. We zijn onderweg. En we zijn alweer bijna op de snelweg. Daar hou ik van. Lekker snel op de snelweg. Ik denk dat we zo links moeten. Dus nou, laten we links voor sturen, we zullen het vanzelf zien. Zo, ik zit een beetje voor te strepen, meneer.
wel stilstaan, hè? Of zijn we een plek om dat stil te staan op de... We gaan doen in 3, 2, 1. Niet, dat zijn we niet. Nee, oké. Die wielen die zijn ook zo gaar, jongen, van die auto's. Wat gaat die doen? Oh, die gaat stilstaan. Ja, heel goed. Toch wel extra, denk ik. Niets? Oh, niets. We gaan hier langs. We gaan echt door. Ah, kijk. Niemand aan. Komt niemand aan. Niemand. Nog versnellen. Nou wel. Dat doet het ook zo ver doorrijden. Als dat muziekje in het intro-scherm nou ook sorry op TV3 is, dan had ik dat misschien wel kunnen gaan gebruiken. Dan kan je er gewoon afspelen tijdens het rijden. Ik weet niet of dat ook nog de mogelijkheid beschikt, maar wie weet. Mainz. Waar gaan we heen? Mainz is echt door, ja. Mainz is echt door, daar hou ik van. Ach, Mainz. Ik ga een beeld af en dan zou je verwachten dat je ineens nauwelijks gasgoed te geven, maar de hoogteverschillen hebben ze niet echt in zwaartekracht gerekend, heb ik al gemerkt. Want als je met de cruise control zet en je rijdt een hele scherpe beeld omhoog, dan is het niks anders dan anders. Dus zwaartekracht zit niet ingerekend in dit spel als het goed is. Of tenminste, dat begrijp ik daaruit. Plotseling stoplicht, dus jongen, 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 jongen. Oh. Ja, daar gaan we alweer. Nog 22 kilometer, dus ik denk dat daar in de verte al Mainz is, want ik zie daar al hoge gebouwen komen. Dus dat zal daar al wel de stad zijn. Ik denk het wel. Doch keine Verfolgungsjagd. Na, op zich. 70. Nou, ik krijg hier gewoon 100, hè. Kan makkelijk. Nou, misschien een klein scherp bochtje, maar... Hier merk je ook dat de motor geen enkele moeite heeft om hier... Oh, relax. Shit. Die had ik niet voorzien. Nu, oh je kijkt hier rechts rij je de stad in. Aha. Het staat heel netjes hier al. Vaak doen. Nou, kwam er toch een wolk uit aan de achterkant van de bus, dat wil je niet weten. Zo! Juist. Gelukkig regent het ook niet echt ofzo. Een flitscamera en ik rijd 54. 4 kilometer te hard. En ik word geflitst. Landy Markt.
met het tekentje van de markt die met een A begint. Staat daar wel Lendy. Lendy, Aldi, Lendy, ja. Uiteraard. Ik kan niet anders verwachten van zo'n spel dat het zijn naam bedenkt. Nog een rechtdoor. 5 kilometer, dus het kan niet ver wezen, de halte. En groen in 3, 2, 1. Op de gassen. Ja, hij is groen. Rechts is vrij. Links. Zit hier wel een hele oude stad volgens mij. Ja. Volgens mij een hele aflevering overal de stoplichten eruit gaan knippen ofzo, want het scheelt gewoon bijna de helft van de gameplay, denk ik zo. Nou, ik heb wel het idee dat de bushalte weer in het midden of fucking nowhere zit. Het is dan niet een stadscentrum voor mijn gevoel, maar dat het zal. Dames en heren, mines. Mines unlocked. Dat betekent dat wij ten einde komen van deze veel te lange aflevering. Op het dat we allemaal de koffietjes nog hebben. Neemt u al uw koffers mee? Hé, hey, alle deuren gaan open. Oh. Dat was eerst niet. Ik ging maar, kon je mij 2 openen of zo, dan was de middelste was dichter zo. Oh, ze lopen allemaal weg en lopen allemaal het ding omver. Dat is wel top, zeg maar. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Het blijft een geniaal spel, maar er moet nog steeds heel veel aan veranderen. Bye bye.